Yo, Kees van Game met Max, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel tofs doen, mensen. Vandaag zitten wij in de DDG-lobby. En dat is niet voor niets, want er is iets nieuws op de DDG-server. En dat is namelijk, ja, crates, XP, level. Jullie zien het allemaal al in beeld. Ik ga het jullie allemaal uitleggen. Ten eerste, je hebt dus nu op de DDG-server een rank op de lobby. En dan zie je bij mij als ik type level 56. Die kan je hoger maken. Maar dan ga ik zo meteen ook vertellen hoe je dat allemaal doet. En met dat level krijg jij elke dag een crate, een gratis crate. En dan kan je hierop krijgen. Ik heb hem al gisteren gebruikt, dus ik moet 24 uur wachten. Maar je krijgt dus elke dag het level dat je bent. Dus ik ben level 56. En dan klik ik hierop en dan krijg ik 56 XP. Dus zo kan je dus XP krijgen. En XP kan je gebruiken om loot crates te openen, mensen. Ja, je hebt loot crates in de lobby. En uit die loot crates kan je super toffe dingen winnen. Je kan Grey Coins winnen, je kan ranks winnen. Je kan zelfs, ik heb gehoord dat er een legendary rank in zit, mensen. Er zit een legendary rank in die crates. Dus die kan je zelfs winnen. En deze crates kan je dus volledig gratis openen. Je kan XP of levels in games verdienen. Dus zoals een Castle Event kan je bijvoorbeeld een XP'tje vinden of verdienen. Of een level up krijgen ongeveer. Ik weet niet precies of het ook level up, maar volgens mij XP als het goed is. Dus hoe meer games je speelt, hoe hoger level je wordt en hoe meer XP je krijgt als het goed is. Je kan dus gewoon dit ding openen. Dan krijg je gewoon iedere keer dagelijks XP en dan kan je het opsparen. En dan kan je bijvoorbeeld een gold loot crate kopen. Die kost 100 XP. Die kan je volgens mij unlimited open of maximaal 4. Dat weet ik niet meer zeker. Dan heb je een legendary loot crate. Die kan je maximaal 1 keer per week openen. Maar die kost ook heel veel XP. En er zitten ook super goede dingen in. Dan heb je een emerald loot crate. Die kon je volgens mij 2 keer openen achter elkaar. En dan zit er ook een tijdlimiet aan. Je kan ze niet unlimited blijven openen. En dan zit er een diamond loot crate, kan je ook volgens mij 1 keer per dag openen of zoiets. Ik weet niet ongeveer de timers, maar dat gaan we zo meteen zien. Want wij gaan ze gewoon openen vandaag, mensen. Ja, we gaan ze gewoon openen. En ik heb 6080 XP, zoals je kan zien. Je kan dus ook XP kopen en ja, ofwel crates. Je kan in principe de crates kopen en dan krijg je als goed de XP. Je kan in een pakket op de shop kan je 10 golden crates, 1 legendary, 1 emerald en 1 diamond loot crate kopen. Dat is op shop.games.nl, dat is gewoon de DDG server shop, daar kan je die ook kopen. Dus als je niet kan wachten en geen zin hebt om zoveel games te spelen of online te komen, dan kan je ze ook gewoon in 1 keer kopen. Dan kan je ook lekker crates openen, het leukste is natuurlijk om ze echt te verdienen. Dus het is volledig gratis in principe. Dus je kan het gewoon, iedereen kan het krijgen. Dus stel je voor je speelt een paar dagen achter elkaar Castle Event of Mytopia. Dan heb je ook misschien genoeg voor een Emerald Crate of weet ik wat allemaal. En dan kan je weer een Gold Rank uitkrijgen ofzo. Dus in ieder geval, het is een super tof systeem. En wij gaan dus zo meteen wat crates openen. En als jullie nog wat willen weten, vraag het even in de reacties. Dan kan ik het beantwoorden. Ik denk dat David binnenkort ook nog wel een video zou maken hoe het precies werkt. Want ik heb alleen gisteren op Teamspeak bij de uitleg gezeten. Dus ik weet nog niet alles precies. Maar dan zal je vanzelf wel bij David op zijn video zien wat het allemaal inhoudt. Ik weet het niet precies. Dus David kijkt dus ook mee. Kijk, hier heb je hem. En hij zegt, ga kijken wat Max krijgt. Ja, hij weet dat ik ga opnemen. Dus we gaan dus beginnen met openen, mensen. Want daar komen jullie natuurlijk allemaal voor. Kijken wat ik allemaal ga krijgen. Er zit van Castle Defend Coins tot Skyblock Coins. Tot Kingdom Arrows. Tot Ranks. Tot Grey Coins. Tot Red Coins. Van Citycraft. Alles zit erin. Je kan ook bijvoorbeeld, als jij een Gold Loot Crate koopt, dan kan je bijvoorbeeld ook plus 3 levels krijgen. Dan heb ik in plaats van level 56, level 59. En dan krijg ik per dag weer 3 extra XP erbij. Dus dan ga ik sneller omhoog en dan kan ik weer sneller opnieuw crates openen. Dus zo werkt het een beetje. Super tof systeem. En het beloont de actieve spelers. Dus hoe actiever je bent op de DDG server, hoe beter je wordt beloond. Dus dat is super tof. Dus dat wordt allemaal grinden lekker de hele dag. En ik denk dat we maar genoeg gepraat hebben. Ik denk dat we ze maar gaan openen. Want daar is het wel tijd voor. Ik denk dat jullie daar allemaal op zitten te wachten. Nou, dan laten we eerst met een gold loot crate openen. Dan zien jullie ook hoe het werkt. Nou, kijk, dan klik je hierop. En dan heb je hier betaal met gekochte crate. En ik heb er 10 zoals je kan zien. Omdat dat die op die shop te koop zijn. Even kijken, dan heb ik hier als goed is eentje. En dan heb ik hier als goed is eentje. En dan heb ik hier als goed is eentje. Dus daarmee kan je ze openen.
Nou, laten we beginnen met een golden loot crate. Want we hebben de 10, dus we hebben heel wat te gaan. 100 XP kost hij normaal. Dus dat heb je wel binnen 2 dagen, denk ik. 3 dagen als je actief speelt. 1 dag kan ook als je gewoon een hele dag speelt. Betaal met gekochte crate. Hoppa, we gaan beginnen. Kijk, en daar komt hij. Ik heb 3500 survival coins gewonnen. Ik speel niet echt survival, dus ik weet niet precies of het veel is. Maar ik denk het wel, want 3500 is best veel. Nou, zoals je ziet, ik heb nog 9 betaalde gekochte crates. Die kan ik nog openen. Hij gaat niet van mijn XP af. Dus dat is ook wel chill. Dan kan ik dadelijk nog meer openen met XP. Nou, dan gaan we gewoon direct door naar de volgende. En dat is... Oeh, 150 lobby XP heb ik gewonnen. Dat is chill. Want ik heb dus letterlijk... deze crate kost 100 XP om te openen. En nu heb ik er 150 uitgekregen. Dat betekent dus ik heb 100 XP eraan betaald. En ik krijg er 150 XP uit. Dus ik heb 50 XP winst gemaakt. Dus dat is super nice. Dan heb ik gewoon winst gemaakt. Oh! Een Greycoin! Holy shit, mensen! Een Greycoin. Ik heb gewoon een Greycoin gewonnen. Dat is 4 euro of 5 euro al waard, hè? Holy shit, dit is echt... dit zijn echt goede dingen. Ik zit enkel nog maar bij een golden loot crate. Die kan je zo verzamelen. Dus gratis Greycoin, mensen. Super tof. Gewoon een Greycoin hebben gekregen uit een golden crate. En dan moet je je voorstellen dat we nog legendary, emerald en diamond crates hebben. Ja, ik ben benieuwd. Ja, dus nu gewoon nog survival coins, XP en een Greycoin op Mindtopia. Holy shit. Oké, wat krijgen we nu? 200 lobby XP. Oh my god, we krijgen gewoon het dubbele. We krijgen gewoon het dubbele van wat die kost. Oh my god. Heb ik nou zo geluk of zijn die crates gewoon zo goed? Ik denk dat die crates gewoon zo goed zijn. Nou, we gaan verder naar de vijfde al. 100. Oké, dit is niet normaal. We krijgen alleen maar winst, 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 winst. 150 lobby XP weer. Holy shit. Nice. Ja, de mensen zeggen ook allemaal. Max krijgt allemaal goeie. Nou, wat krijgen we nu? Weer 105. Oh my god, mensen. Hoe dan? Hoe dan? Dit zijn echt OP crates, mensen, die golden crates. Ik ben benieuwd wat we straks daar krijgen. Want als we deze golden al zo goed zijn, een Greycoin. En dan hebben we gewoon op zoveel kisten al profit gemaakt. Oké. Okay. Oké, okay, 3500 survival coins. Dus betekent dat we al 7000 survival coins hebben. Dan ga ik een ander keertje ga ik dan even op survival kijken wat ik daarmee kan. Eventjes kijken. Wat krijg ik nu? Ik krijg 100 lobby XP. Oké, okay, ik heb dus eigenlijk mijn crate terugverdiend. Dus ja. Dat is nice. Huh, heb ik er nou eentje geopend? Nee. Oh, er wordt al een lootbox geopend op dit moment. Oh, moet ik even wachten, want iemand anders is aan het openen. Denk ik. Oh, dan ga ik weer. En 125. Dit is niet normaal, mensen. Ik krijg alleen maar profit uit deze dingen. Alleen maar profit, mensen. Weer 25 profit. Zoals je ziet, ik zit al bijna op 7000. Holy shit. Oké, de laatste. Wat krijgen we? 3500 survival. Oké, dan hebben we nu al 10.500 survival coins. Holy shit, dat is echt veel. Nou, dan kan ik nog met XP golden crates gaan openen. Maar we gaan eerst even die we krijgen uit het pakket uit de shop gaan we openen. Nou, de legendary gaan we voor het laatst doen, mensen. De legendary die kost 2005. Die is 25 keer zo duur als die. Dus ik denk dat ik daar super groot krijg. Dan doen we de emerald. Oké, de emerald kost 250, dat is iets meer als een gold. Dus er zal iets beters in zitten. En 300 lobby XP. Dus we hebben weer profit, mensen. Weer profit. 300 lobby XP. Holy shit. Nou, dat is nice. Dus uit de emerald hebben we ook al profit. Volgens mij krijg je alleen maar profit uit alle lootcrates. Je kan ze maar blijven openen. Maar even kijken. Ja, David zegt hij krijgt ook alleen maar XP. Ja, klopt. Ik krijg echt alleen maar XP. Maar ja, dat is super chill, want dan kan ik er gewoon meer van openen. Nou, dan komt de diamond, mensen. De diamond loot crate. 750 XP. 3 keer zo duur als de emerald dus. En 7,5 keer zo duur als de gold crate. En volgens mij zitten hier wel de grote ranks in. En net als in de legendary. Dus dit is natuurlijk ook een paar dagen sparen. Nou, daar komt die. Daar komt die. Heb ik hem al? Oké, ik heb... 2 Castle Defense beloning gewonnen. Dat is niet het allerbeste. Maar het kan ermee door. Ik had natuurlijk gehoopt op een rankje. Maar ja, 2 Castle Defense beloning. Ook nice. Nou, dan is het nou denk ik tijd. Heb ik alles geopend van deze? Ja, ik heb alles van deze geopend. Dan is het nu tijd, mensen. Voor de Legendary.
Voor de Legendary Loot Crate, mensen. Zoals jullie hem zien. 2500 XP kost hij normaal. 2500 XP. Klaar voor de... Voor de Legendary. Klaar voor de Legendary. Nou, niemand reageert. Nou, ja, maar Flip reageert. Ah, kijk. Iedereen is klaar voor. Nou, iedereen kijkt. Daar gaan we dan. De Legendary Loot Crate. Oh, een Citycraft Redcoin. Nice. Kijk, zoals je ziet, dit zijn natuurlijk ook de betere crates. Er komen ook zieke goede dingen uit. We hebben dus een Citycraft Redcoin. Die kost ook al een paar euro in de shop. Dus ja, we hadden hier al een Greycoin. We hadden heel veel XP gekregen. En nu dus ook een Citycraft Redcoin. Holy shit, mensen. Dat is echt een goede opening. Nou, in ieder geval, ja, ik denk dat ik nog wat... kan ik nog eentje van deze? Ik ga er nog eentje van deze kopen. Even kijken, hoeveel kan ik openen? Je kan er volgens mij van deze maximaal eentje per week. Nou, we gaan deze openen, want deze kan volgens mij wel. Oké, dit gaat dan van mijn XP af, want ik heb mijn gekochte verbruik. Oh, 37.000 Acid Island. Wat, zoveel? Ik weet nog wel dat ik deze game heb gespeeld en dat ik hier echt een hele lange tijd over deed om dit te verzamelen. Dus ja, dit is wel een goeie. Kan ik er nog eentje kopen? Gaan kijken. Oh, ik kan er nog eentje... Hoppa, gaan we gewoon openen. 22.500 Skyblock coins. Wee, joh, je krijgt echt kapot veel coins uit deze dingen. Nou, dat is super chill als je deze game speelt. Dan zou ik zeggen, koop de Emerald Loot Crate, want ik krijg echt super goede dingen. Nou, kan ik er nog eentje openen? Nee, kijk, je kan maar twee Emerald Loot Crates per week openen. Ja, behalve als je ze koopt, want de gekochte kan je volgens mij wel openen. Nou, dan hebben we nog... doen we nog een diamond? Dan doen we nog een diamond. 1000 lobby XP. Wow, yo. 1000. We hebben 750 zojuist betaald en nu wel 1000. Nice. En kan ik er nog één openen? Nee, je kan er maar eentje per week openen. Ja, is ook logisch, want anders blijft iedereen die kopen. Nou, deze zijn dus super goed. Ja, ze zijn allemaal goed. Ik kan er niks van zeggen. Ze zijn gewoon allemaal goed. Maar de gold, tot nu toe heb ik uit de gold wel een Greycoin gekregen. En ik speel natuurlijk ja, heel veel Mytopia en Kingdom. Ik heb helaas nog geen arrow gekregen. Die wil ik ook graag uit van Kingdom. Maar ja, misschien binnenkort een nieuwe, ja, crate opening. Laat achter natuurlijk of jullie meer van dit soort openingen willen. Doe natuurlijk ook een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Nou, dan doen we nog wat golden crates. En dan hebben we wel heel veel crates geopend. Zoals je ziet, ik heb vandaag heel veel XP gekregen. Dat is super nice, want dan kan ik volgende week weer gewoon die dingen openen. Nou, let's go, een golden. Let's go. 15.000, we krijgen wel weer Skyblock coins. Ik denk dat ik maar Skyblock moet gaan spelen, mensen, met al die coins. Nou, Skyblock coins, nice. Dan doen we tot de 6.000. Even kijken, ja, ik weet niet hoeveel je er eigenlijk mag openen. Volgens mij 4. Dat doen we gewoon tot ik niet meer kan openen. Nou, oké, kan ik weer... Oké, kost me 100 XP. En 150 XP. Hoppa, weer 50 profit gemaakt. Ik heb gewoon het gevoel dat als ik ze blijf openen, dan gewoon alleen maar winst maken en alleen maar meer kan openen. Dus dat is natuurlijk goed. Want ja, Coco wil ook al die XP. Nou, nog een keertje. 100 lobby XP. Oké, ja, daar hebben we gewoon onze crate terugverdiend in principe. Geen winst, maar ook geen verlies. Er wordt al een box geopend. Even wachten. Oké, let's go. Nog eentje. 3500 survival coins win. Nice. We hebben ook alweer heel wat survival coins. Dat is ook nice. Alleen ik weet nog steeds niet wat ik ermee kan. Dus dan ga ik zo meteen even checken. Nou, kan ik er nog een openen? Nee, je kan 4 van de 4 golden loot crates openen. Nou, oké, dan hebben we dus ja, alles geopend wat kan. Ja, ik kan. Ja, dus, ja, zullen we het maar gewoon doen, mensen? Zullen we het gewoon doen? Zullen we een Legendary openen met onze Lobby XP? Dat is de enige die we nog kunnen. We gaan het gewoon doen. Voor afsluiten van de video. Ik wil dat jullie wel allemaal even liken gaan doen. Allemaal even abonneren. En dan gaan we deze Legendary Loot Crate voor de tweede keer openen. De vorige keer kregen we Redcoin eruit. Nou. Laatste. Nog één Legendary. Vorige keer kregen we Redcoin eruit. Dat was natuurlijk super nice. Want ja. Redcoin, dat krijg je niet zomaar. Nou, oké, komt die. Nog één Legendary Loot Crate. Wat hebben we?
We hebben 3 Castle Defense beloningen gekregen. Oké, dat is niet het beste wat je eruit kan krijgen, maar ook niet het slechtste. Nou, met Castle Defense beloningen kan je trouwens openen. En dat is een crate in de Castle Defense lobby zelf. En dan kan je ook weer superveel XP uit krijgen. Dat is eigenlijk een crate in een crate. In ieder geval, ja, Rip the Legend crate, dat is wel, ja... Oh, Damien... Oh... No way, Damien. Ik open hem, krijg Castle Defense, hij opent hem, daarna krijgt hij een Kingdom Arrow die ik wou. Nee! GG. Ja, ik heb Castle Defense beloningen, dus die ga ik straks ook gewoon openen. Misschien krijg ik er alsnog iets goeds uit. Maar niet wat ik wou, want ik wou de Kingdom Arrow. Ja, jammer. Volgende week gaan we dus gewoon weer crates openen. In ieder geval, ja, wil je dit dus ook doen? Je kan het dus krijgen door gewoon iedere dag online te komen en dit ding te openen. Door games te spelen, dan krijg je ze ook. Of je kan het pakket kopen in de shop van de David Games. Shoppen dus David Games. Nou, gewoon waar je de ranks koopt en zo. Staat dat pakketje. In ieder geval, ik vind het echt een super toffe toevoeging op de DDG-server. Dan is de mensen echt waar je iets... Je speelt actief en je krijgt er ook nog gewoon voor beloond. Dus ja, je speelt gewoon op een server. Je krijgt er ook nog gewoon gratis crate voor wat je gratis coins... whitelist, gray coins zoals je zag, red coins zoals je zag kan krijgen. Dus dat is natuurlijk super tof. En ja, dan bedank jullie voor het kijken voor deze video. Laat achter als we dit vaker moeten gaan doen. En ja, jullie weten het. Heel veel spelen, dan kunnen jullie dit ook. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mensen. Doei!